Hallo allemaal, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Julian, ik sta hier op het station van Hengelo. Vandaag is het woensdag 27 oktober 2021. Vandaag heb ik weer zin in een dikke NRW-tour. Ik wil nog heel graag een NRW-tour uploaden voordat het jaar voorbij is en alles weer in lockdown zit en op slot en dat we niet meer naar het buitenland mogen reizen. Ik ga vandaag dus niet met de DB-talent naar Duitsland toe via de grensovergang bij Enschede. Nee, we gaan vandaag via Arnhem met Abellio. Heel veel kijkplezier. Is wel het voordeel van door de week reizen. Er is koffie beschikbaar. Via Arnhem dus, dat betekent dat we zometeen de Lint naar Zutphen gaan pakken. Ik reis ook één keer met NS en gelijk gaat alles fout. De Abellio-trein naar Duitsland toe heeft geen kaartautomaat in de trein zoals DB Regio van het Enschede dat wel heeft. Hier op station Arnhem Centraal staat gelukkig een automaat. Oh damn, ik kan hier niet tegen dat dat ding in het Nederlands is, gewoon in het Duits. Een goed begin van je reis, daar doe je er in elk geval goed aan om dat niet met NS te doen. En dan te bedenken dat Abellio een dochteronderneming is van NS. Vandaag dus een schöne Tag ticket NRW. Gezien het voor 9 uur is dat we vertrekken en het is een door de weekse dag, heb je een engeltje nodig tot aan Emmerich. En met deze trein gaan we naar Dinslaken. Abellio heeft van harte welkom in deze trein. Wij wensen u een heel prettige reis. Aangekomen in Dinslaken. Jeetje, wat een plek is dit zeg. De reden dat ik op dit station uitstap is omdat ik zag op Google Maps dat hier een tram aansloot. Dus we gaan van de vier de tram pakken. Oh ja, deze oude gedrochten rijden hier. Dat met die tram, dat was echt tering bruut. Alleen duurde mij dat veel te lang, dus ik ben ergens random halverwege uitgestapt. Blijkbaar is hier een treinstation. Maar die moet je dan wel zien te vinden. Nou zeg, wat een station dit. Ik heb het volgens mij voor vandaag wel echt wel weer getroffen met de depressie in Noord-Rijn-Westfalen. Ja, wat moeten we hier nou weer van vinden dan? Misschien wordt het een keer tijd om hier eens een schoonmaker of 6 langs te sturen. Voor de liefhebbers die dit zelf willen ervaren, Duisburg, Meidrich, Zuid. Lintje naar Oberhausen. Aangekomen op Oberhausen-Hauptbahnhof. Oh ja, een sein wat alleen maar op rood kan.
en een DB Netz winkelwagentje. Tijd voor een broodje salami. Flirt! 3XL. Ja, mooi, ik kon het niet laten. Met deze trein gaan we naar Mülheim an der Ruhr Hauptbahnhof. Mülheim an der Ruhr Hauptbahnhof. Ja, ik ben door dat trammetje van eerder vandaag echt helemaal van de trammetjes nu. Dus we gaan nu naar het Urbex tramstation. Al vind ik dit Hauptbahnhof ook best wel erg. Wanneer de Ruhrbaan maar één los trammetje aan kon zetten. Ik ben uitgestapt op station Eichbaum. Hier ben ik al eens eerder geweest, maar al een hele tijd niet meer. Dus ik was eigenlijk bang dat dit station hadden gerenoveerd. Gelukkig niet. Kunnen nog lekker urbexen hier. En er staat zelfs een winkelkarretje. Ja. Julien gaat met het winkelkarretje. We gaan met het winkelkarretje poseren. Dat ik drute foto's kan maken dat er zo'n verlaten winkelkarretje staat. Oh ja, hier ga ik weer zoveel gezeik mee krijgen. We pakken zo de volgende U18 richting Essen en daar zit een ex-Londense DLR-metro op. Ik ga echt heel goed op die enkele schuifdeurtjes. 2 weeks later. Heroïnelampen centraal. Lunchtijd, een Bremer van de Noordzee. Wanneer de planning vanaf hier krap is en je trein ineens spontaan 10 minuten te laat is. Iets met naalden en zo. Uitgestapt op de Recklinghausen Hauptbahnhof. Plus 10 was niet zo heel erg geweest, had ik mijn planning nog gewoon kunnen halen. Maar de trein heeft inmiddels plus 20 gekregen. Ja, dus dan is mijn bus, want ik wou vanaf hier per bus naar Münster reizen, al lang weg. Gelukkig gaat er nog een andere bus en dan is de aansluiting in dat wel wat krapper. Tot zover met 6 minuten aansluiting. Overstap in Datteln was erg krap op de S91, nu aangekomen in Olfen. Misschien ken je dat nog wel uit mijn video over RVM, dus we zijn weer in RVM gebied. Hier stappen wij over op de dikke X90 naar Münster Hauptbahnhof. De brute X90 rijdt maandag tot met zaterdag overdag in een uursdienst. Expressbus X90 dropt je recht voor de deur van Münster Hauptbahnhof. Hier is het tijd voor avondeten. Ik had heel erg veel zin in de Duitse McDonald's. Kijk, ze hebben krulfriet. En dit. Dit is de Signature Rusty Burger. Een gigantisch ding. Het ziet er tafels lekker uit. En dat moet ik ook zeggen, het was ook tafels lekker. Het smaakte gewoon super goed. En kijk, ik heb het weggespoeld met een heerlijke afvalschurle. Nou, allemaal leuk en aardig. Nu is het tijd voor de terugreis. Ik heb even wat inkopen gedaan. Kijk, vanillemelk voor de terugreis. Ik wacht nu op de RB64 die maand tot Groningen gaat. Dat is door de week. Dat is een spitsversterker. En dan rijdt hij eventjes om het half uur. In Groningen geeft hij dan aansluiting op een trein naar Dortmund en Enschede. Dat is dan de snelste reisoptie, want je hoeft niet een kwartier op Groningen te staan om in Enschede te komen. Het volgende
reisje met de OV-chipkaart, zorg er dan voor dat je bent ingecheckt bij Blauwnet. En zo zit in Hengelo dan ons NRW-avontuur er helaas weer op. Ik vond het een hartstikke leuke dag, ondanks de beperkte tijd dat ik had. Want het is nu al redelijk vroeg, het is 7:15. Ik moet morgen weer tering vroeg mijn bed uit om te gaan werken. Het is natuurlijk een doordeweekse dag. Ik had een keer spontaan vrij omdat ik wat meer uren had gemaakt. Desalniettemin, dankjewel voor het kijken naar deze video. NRW-tour, altijd leuk blijft dat. Wil je meer zien? Abonneer dan hier beneden op mijn kanaal. Ik zie jullie graag de volgende keer weer terug. Tjus! En bis zum nächsten Mal!